Goedemiddag allemaal. Ik ben Jela Ilgems. Ik ben cognitief gedragstherapeut en ik werk naast mensen met functionele darmklachten ook met mensen met chronisch vermoeidheidssyndroom en fibromyalgie hier in het ziekenhuis. Dat zijn mijn voornaamste specialisaties. Ik ga jullie vandaag wat meer vertellen over de rol van de psycholoog. Maar vanuit het cognitief gedragstherapeutisch kader voornamelijk. Nu, denk eerst en vooral dat heel belangrijk is dat er een heel groot taboe rest op alles wat met stoelgang, winderigheid en dergelijke te maken heeft. En dat dat te weinig in de mond wordt genomen. Het feit dat daar zo moeilijk over gepraat wordt, dat het verborgen wordt, dat er schaamte mee gepaard gaat, is een belangrijke factor waarom dat het emotioneel soms ook allemaal heel zwaar kan gaan wegen. Ik kan alleen maar hopen dat het vlotter in de mond genomen kan worden en dat er veel meer over kak, kaka, scheten, protjes en dergelijke meer kan gepraat worden. Het er niet over praten, geen hulp zoeken, de schaamte dat ermee gepaard gaat en gaat vaak leiden tot angstklachten op de duur, veiligheids- en vermijdingsgedrag, een hele hoop stress, het feit dat mensen moeilijk nog buiten durven gaan. Al die zaken gaan op hun beurt vaak ook weer leiden tot vermoeidheid en uitputting. Wanneer dat mensen al lang in stress zitten, gaat er een toename van de stressgevoeligheid ontstaan, komen er vicieuze cirkels. Gaat er ook angst zijn voor wat nog moet komen en kunnen mensen ook echt in een depressieve cyclus terechtkomen. Dus ik denk dat de factor psychologie zeker ook een heel belangrijke factor is wanneer mensen met lichamelijke klachten sukkelen. Los van ook maar het vraagstuk van oorzaak. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij geen lichaam en geest hebben die van elkaar gescheiden zijn. Stress heeft ook een grote invloed op het maag-darmsysteem. Die brain-gut-as die is er nu eenmaal. En wij leven ook echt in een wereld waar dat er een levensstijl is, waar het best is dat we weinig tijd hebben en waar dat we in een absolute prestatiecultuur zitten, waar dat mensen moeten, als we niet zinvol kunnen bijdragen aan de wereld, dan zijn we plots waardeloos. En dat geeft eigenlijk ook best wel heel wat druk op ons dagelijks bestaan. En de darmen als systeem, dat eigenlijk wanneer dat er heel veel activaties, ik ga misschien kort zeggen, we hebben een autonoom zenuwstelsel en dat bestaat uit twee takken, een gas en een rem. Parasympathisch systeem is uw remsysteem en daar zit voornamelijk die darmactiviteit en alles van de vertering eigenlijk in. En het sympathisch systeem is uw gassysteem, waarbij dat wij gaan ingaan als we onder stress staan, onder spanning, wanneer dat wij geactiveerd zijn. En die twee zijn dus van een andere tak. Zit u in de ene tak, dan is er minder ruimte voor activiteiten die een andere tak. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat mensen weten dat die twee takken er zijn. Zit je heel de tijd in sympathische activiteit, zit aan het gaan, aan het razen, zit gejaagd, dan is er weinig ruimte voor parasympathische activiteit. Parasympathische activiteit is wat je nodig hebt voor een goede werking van je darm en uw maag en heel het systeem van de vertering. Dus iedereen zou moeten letten dat men zowel zijn gas als zijn rem gebruikt en dat die goed afwisselen. En als je een periode goed gas hebt gegeven, dat kan geen kwaad, maar zorg dan dat er ook recuperatie nakomt. Van hard werken worden we niet ziek, maar wel van te weinig te recupereren. Stresssignalen zijn er massaal. Er zijn zeer veel verschillende stresssignalen. En welk systeem in uzelf dat gevoelig is voor de stress, verschilt van persoon tot persoon. Maag- en darmklachten heb ik daar van boven gezet, aangezien dat die
misschien voor velen hier de gevoelige plek in het lichaam zal zijn. En misschien een goede barometer ook om te weten van, oei, ik ben misschien ook al wel wat aan het doordraven. Het is maar misschien allemaal wel wat veel. Maar al die signalen die dat daar staan, kunnen die signaalfunctie vervullen. Dus luister naar het fluisteren van je lichaam, zodat het niet hoeft te schreeuwen. Wanneer stress chronisch wordt, ontstaan er ook allerhande mechanismes in het lichaam. Cortisol, en dat is een stresshormoon dat wat trager op gang komt, maar ook wat langer blijft hangen dan ons adrenalinesysteem. Dat gaat eigenlijk ook effect hebben op de gevaarbeleving in ons lichaam. En wanneer ons hersenen gevaar percipiëren, dan wordt heel het lichaam in gereedheid gebracht om daarop te reageren. Dat wil zeggen sympathische activiteit en dus minder parasympathische activiteit. Daarnaast en gaat pijn ook minder gedempt worden. Wat dan niet zo is bij de acute stress, dan gaan we soms juist een betere pijndemping krijgen. En algemeen zien we dat hoe langer mensen in chronische stress zitten, hoe meer centrale sensitisatie er in het lichaam ontstaat. Centrale sensitisatie is eigenlijk een soort van overbescherming van het lichaam. We zijn continu in die alarmmodus, klaar om te reageren op het minste gevaar. We voelen alles, we merken alles. We staan eigenlijk heel de tijd op red alert. Het goede nieuws is, wanneer je gesensitiseerd geraakt bent, dat je ook kan desensitiseren. En onze hersenen zijn ook in staat om te veranderen dankzij de neuroplasticiteit. Maar dat is iets dat langzaam gaat, dat veel tijd vraagt en ook een goede zelfzorg. Niet alleen een goede zelfzorg, maar ook soms echt het herprogrammeren van je hersenen. Het niet blijven hangen in patronen en vicieuze cirkels die dat verder systemen doen draaien zoals ze altijd gedraaid hebben. En jammer genoeg kunnen onze hersenen ook wel wat verkeerde programma's blijven draaien, langdurig. Ook al zitten die vol fouten en zijn die helemaal niet het beste programma om op te draaien. Qua behandeling, er is geen tovergoed. We kunnen niet zomaar de klachten wegtoveren, wegkrijgen. En het, zoals Heiko ook zei, professor De Schepper zei, het is een chronische aandoening die we niet gaan genezen. Hè. Maar er kan wel veel in gedaan worden, ook door met psychotherapie te gaan werken, kunnen we daar echt wel onze steen bij bijdragen. Daar bestaat ook evidence voor. En, in de Trimbos-richtlijnen, we gaan voor psychotherapie, alles wat daarin aangeraden wordt, altijd naar het buitenland moeten gaan kijken, want België heeft daarin niet zijn eigen richtlijnen. Trimbos zijn die van Nederland. Daarin wordt eigenlijk een volgorde aangeraden om in de eerste plaats te gaan inzetten op relaxatie, omdat dat gewoon ook hetgene is dat het snelste een effect kan opleveren. Maar de sterkste evidentie zit er eigenlijk bij de hypnotherapie, en het werken met de hypnose, om daar eigenlijk te gaan werken op enerzijds die werking van de darmen en de pijnklachten. Daarover zelfs meer, want dat klinkt ook al heel snel als hocus pocus voor mensen. Daarnaast de cognitieve gedragstherapie. En daar denk ik dat wij heel breed werken. Mij lijkt de combinatie het meest zinvol om met die verschillende eigenlijk een stuk aan de slag te kunnen gaan. Ook voor mindfulness blijkt dat er een positief effect is op prikkelbare darmen. Gewoon een mindfulnesscursus die niet specifiek hoofdgericht zijn op de populatie kan zeer zinvol zijn. Relaxatie, daar hebben wij verschillende vormen in. De ademhalingsoefeningen, waarbij dat we eigenlijk rechtstreeks kunnen inspelen op die afwisseling tussen enerzijds sympathische activiteit, anderzijds parasympathische activiteit. Als we inademen, zijn we sympathisch. Als we uitademen, gaan we parasympathisch. We kunnen ons parasympathisch systeem door ademhaling terug een stukje beter op gang gaan krijgen. Maar daarnaast zijn er andere technieken, voor ieder wat wils. Er is geen één relaxatietherapie
die beter is dan de andere. Het gaat er vooral over wat er bij u past. Progressieve relaxatie, waarbij spieren worden opgespannen en losgelaten. Er kan gewerkt worden bij biofeedback. Dat is niet beter dan andere manieren van relaxatie, maar dat kan wel helpen om echt te weten waar ben ik mee bezig. We raden dat altijd aan voor de meest rationele mensen. Die misschien met andere systemen niet enthousiast kunnen gemaakt worden misschien. Mindfulness staat daar opnieuw tussen. Dat is niet echt een relaxatietechniek, maar heeft daar wel een goed effect op. Visuele imaginatie, waarbij dat je in je gedachten naar een strand of een bos gaat. Of alles wat je ook maar wil. Het relaxeren via beelden. En soms, wanneer mensen met relaxatie aan de slag gaan, hebben ze het gevoel van, oh nee, maar dan voel ik mijn pijn en mijn klachten allemaal nog veel meer. Dat is een initieel effect. Dat is soms een beetje een zure appel waar je doorheen moet gaan. Want door het langer te doen, zal je lichaam daar meer van gaan profiteren. Maar naast al die relaxatietechnieken ben ik een grote pleitbezorger, hoe moet je dat dan zeggen, voor levensstijl waarin dat we pauzes moeten nemen. Momenten waarop dat we gewoon kunnen zijn en er niks hoeft, waar dat ook mag komen, wat het er moet komen. Hè? Want wij zijn soms een hele dag bezig, dan gaan we slapen en dan verschieten we dat er nog een hele gedachtentrein moet passeren. Maar als je overdag nooit eens een keer een wagon laat passeren, ja, dan staat er s'nachts of s'avonds een hele trein nog in je station. Opbouw van reserves en gewoon af en toe wat reserve kunnen aanleggen en ook zorgen dat je s'avonds wat afgewonden kunt geraken. En voordat je naar je bed gaat, dat er een tijd is om wat relaxed en rustig te worden. Ik denk dat gezonde basishygiëne is ook die iedereen wat zou moeten hebben. Een hele belangrijke rond relaxatie is dat we dat vooral ook skippen wanneer we het meest nodig zouden hebben. Maar nog een belangrijke is ook, dat vraagt ook echt oefening. En dat is zoiets als leren fietsen. Je moet dat beginnen doen op momenten dat je kalm bent. Waarop dat het niet moeilijk is om in relaxatie te komen. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, oh ja, ik heb dat al geprobeerd en zo, maar als ik gespannen ben, ja, dan kan ik daar niet mee aan de slag. Nee, dat is logisch. Hè? Je moet dat leren op het moment dat je rustig bent. En we laten ook niet onze kinderen voor de eerste keer fietsen in de Wetstraat in Brussel. Hè. Dan die fameuze hypnose. Wat is werken met hypnose? Hypnose is eigenlijk gebruik maken van een beetje een andere staat van bewustzijn, waarbij dat we wat meer openheid hebben, wat meer creatief zijn. Door heel gericht te gaan concentreren eigenlijk en met onze aandacht veel meer naar binnen te gaan. En eigenlijk gevoeliger worden voor suggesties die gegeven worden. Je blijft in controle en ik denk dat dat heel belangrijk is, hè, want iedereen kent zo die showhypnose waarbij dat iemand anders van die vreemde dingen bij je kan laten doen. Dat is helemaal niet wat er in de hypnose gebeurt. En we gaan eigenlijk een samenwerking aangaan waarbij dat we juist en ja, vaak de ogen gaan sluiten, waarbij dat je eigenlijk heel hard aan de slag gaat gaan met beelden. Want beelden, dat weten wij, die zijn 1000 keer sterker dan woorden. Eigenlijk moeten wij in de psychotherapie steeds blijven aandacht hebben om wat vaker ook met beelden te werken in plaats van enkel met woorden en erover te praten. Want daar kunnen we veel sneller verandering krijgen in onze hersenen. Hoe meer aspecten van onze hersenen we kunnen activeren, hoe beter we effect krijgen op patronen die daar zitten. Vooroordeel van de hypnotiseur, dus daar hoef je geen schrik voor te hebben. Het is heel oplossingsgericht en gaat eigenlijk in 4 fases gebeuren, waarbij dan mensen eigenlijk eerst inductie krijgen en in de hypnose gaan en vaak gaat er dan bijvoorbeeld een oogrol gebruikt worden of kunnen er vingerbewegingen gebruikt worden. Nadien wordt er een verdieping waarbij je gaat afdalen en daar wordt dan ook vaak een trap naar beneden genomen om vervolgens in je trance te gaan werken. Maar
soms kunnen heel hard ook twijfelen ben. Zou ik nu in hypnose zijn of zou ik dat nu niet zijn? Hè? Dus dat is eigenlijk echt een goede relaxatie, zouden we ook kunnen zeggen. Om er vervolgens ook weer uit te gaan, hè, waar dat de trap naar boven vaak weer terug wordt genomen. En wij eigenlijk ook echt de suggestie gaan doen om weer helemaal helder en alert terug in het hier en nu te zijn. Neurobiologisch weten we ook, hè, dat hypnose effect heeft en dat ook echt dat we dingen kunnen gaan veranderen in de manier waarop onze hersenen werken. Omdat we ook echt in de hypnose zones gaan activeren alsof we daar echt mee aan de slag gaan. Wat dat ook voor imaginatie is. Hè. Soms is er een dunne lijn tussen een visualisatietechniek en een hypnose. Dan gaat het er gewoon over van hoe diep ben ik ergens een beetje afgezakt. Belangrijke effectiviteit is afhankelijk voor de gevoeligheid voor suggestie. En die is individueel verschillend. Kinderen zijn nog zeer gevoelig voor suggestie. Bijna alle kinderen kunnen gemakkelijk onder hypnose gebracht worden. Voor volwassenen is dat eigenlijk veel verspreider. En zijn er ook echt mensen waarbij je dat weinig of moeilijk kan doen. Daarin ook nog, denk ik, een belangrijke kantlijn. Hypnose... Nee, ik ben het even kwijt, sorry. dat wil ik zeggen. Er zijn, en zoals Heiko zei, en er zijn hypnotiseurs en vanuit de Vereniging voor Hypnose, van de Vlaamse Vereniging voor Hypnose, waar je kan mee aan de slag gaan. Maar er zijn heel wat hypnosecentra waar we ook weer helemaal niet weten op basis waarvan werken die. Die eigenlijk ook menen met één consultatie in één hypnose meteen alle problemen te kunnen oplossen. En dus op zich zijn er ook, en ook bij ons weten weinig mensen waar we echt kunnen zeggen van daar kunnen nu met die medische problemen echt goed onder hypnose gebracht worden. Ze zijn er, maar ze zijn vaak dun en hebben meestal een wachtstop, dus je raakt er ook niet zomaar binnen. Cognitief gedragstherapie dan, daar gaan wij verschillende dingen doen, zoals ik zei, en daar gaan we ook vaak wel wat breder gaan werken. Stressmanagement, en aandacht voor recupereren en doseren en niet altijd blijven doorgaan. Het hanteren en het stellen van grenzen, kunnen nee zeggen. Acceptatie, en wanneer dat je heel erg in strijd bent met je lichaam en met die klachten, dan zit daar ook zo'n stress op dat systeem zich ook niet iets of wat kan gaan herstellen. Niet helpende gedachten of catastroferende gedachten. Hè. Hoe meer dat iets bedreigend is, hoe harder onze hersenen zich daarop gaan focussen en hoe meer klachten zij zullen gaan waarnemen. Hè. Dat is zeker ook voor pijn zo. En hoe meer dat je er eens ongerust in bent, hoe harder dat er een vergrootglas wordt opgelegd. Maar ook emotieregulatie. Hè. Hoe ga ik om met emoties? Kan ik emoties toelaten? Kunnen die naar buiten via de emotionele expressie? Of moeten die hun weg vinden via lichamelijke klachten? Wordt er heel veel stress binnengehouden, opgekropt en blijft eigenlijk heel dat systeem voortdurend onder chronische stress staan, waardoor de darmen eigenlijk ook heel de tijd het moeten afleggen tegen de spieren. En wat krijgen we dan eigenlijk? Een vertering die minder goed draait en pijn in onze spieren. Ook een heel belangrijk aspect, hoe ga ik ermee om? De angst en voor misschien ontlastingsverlies wanneer dat we niet op tijd de wc halen. De neiging tot vermijding van allerhande zaken die daardoor ontstaat. En de cyclus van angst en vermijding die dan eigenlijk vaak gaat leiden juist tot verergering van de klachten. Daarin kan er gewerkt worden ook aan kwetsbaarheden. Dingen die u wat gevoeliger maken voor stress. Hè. Ben ik perfectionistisch? Heb ik altijd graag alles onder controle hebben? Probeer ik altijd de mensen te gaan pleasen en te zijn wie dat zij verwachten, dat is wie ik ben? Of leef ik naar wie ik ben, authentiek, en kan ik mezelf tonen. Het zijn allemaal aspecten die bijdragen op hoe wij in ons lijf zitten en hoe ook onze darmen en dergelijke zullen gaan draaien. Dus er beter mee gaan omgaan is denk ik ook een belangrijke factor. Grenzen stellen kan op allerhande manieren. Dus dat zit zowel naar anderen toe, maar ook naar jezelf toe. Naar hoe gaat je met bepaalde dingen om. Daarnaast denken. En we hebben helpende gedachten en we hebben niet helpende gedachten. En die kunnen op verschillende terreinen zitten. Overtuigingen over de oorzaken.
denk dat een openheid voor zowel het biologische, het psychologische en het sociale heel belangrijk is bij functionele syndromen algemeen. Het is nooit een verhaal met maar één kant. Dus al die kanten kunnen opentrekken is denk ik belangrijk. Ja, en wanneer dat bedreigend is, gaan we spijnversterking aan krijgen. Gedachten, herinneringen kunnen ook de pijnmatrix gaan activeren. Dat wil zeggen, en hebben trauma gemaakt, dat kan zich ergens wat in je lichaam gaan zetten. En dat kan eigenlijk iedere keer opnieuw dat systeem gaan bezwaren. En dus het kan ook zijn dat we terug moeten gaan naar bepaalde gebeurtenissen om spanning van een systeem af te kunnen krijgen. Ja, hoe meer dat we catastrofaal denken en hoe ongeruster we zijn over onze klachten, hoe meer we ze in het oog zullen gaan houden, hoe groter groot glas erop zit, hoe harder de klachten gevoeld en gemerkt kunnen worden. Daarnaast hebben ook iedereen denkfouten en irrationele overtuigingen, waaronder bijvoorbeeld, ik moet door iedereen graag gezien zijn. Specifiek over het laten van windjes kun je heel wat niet helpende gedachten met je meedragen. Waarbij dat het dan een zeer groot probleem wordt om daar mee buiten te komen als je moeilijk je windjes kunt ophouden bijvoorbeeld. Hier kunnen we mee aan de slag. Die gedachten kunnen uitgedaagd worden, kunnen we in vraag gaan stellen, kunnen we wat andere ruimte in gaan krijgen. Wat betreft emoties, en denk ik, werken we toe naar hoe kunnen we emoties zoveel mogelijk toelaten, de ruimte geven. En het fijne daaraan is hoe meer dat je emoties toelaat, hoe gemakkelijker dat ze eigenlijk verdwijnen. De angstcirkel, en waarbij dat eigenlijk en klachten gaan leiden tot meer aandacht, gaan leiden tot meer symptomen voelen, gaan leiden tot meer gedachten, gaan leiden tot paniek en angst en opnieuw eigenlijk de symptomen verder worden aangewakkerd. Daarnaast is er ook een hele bekende cirkel en waarbij dan mensen eigenlijk angstig zijn of ergens naartoe moeten en eigenlijk al wel bezorgd zijn. Wat maakt dat er diarree gemakkelijker ontstaat, dat die darmen eigenlijk, waardoor dat het ook effectief zo is als je ergens naartoe moet, dat dat eigenlijk zeer moeilijk is. En terwijl als je thuis bent, dat die in diarree helemaal niet opgekomen zou zijn. En dus dat is ook een vicieuze cirkel, niet altijd een gemakkelijke om doorbroken te geraken, want je lijf bevestigt dat iedere keer, maar absoluut wel om mee aan de slag te gaan en wat ook echt wel effect kan opleveren. Heel bekend, alle moeilijke situaties die dat je kunt tegenkomen wanneer dat je soms snel naar een wc moet kunnen geraken. En daar zien we dat mensen vermijding en veiligheidsgedrag gaan stellen. Maar hoe meer dat we proberen te controleren en hoe meer dit is dat absoluut niet mag gebeuren, hoe meer de angst stijgt en hoe makkelijker dat we eigenlijk diarree en daardoor soms ophoudproblemen kunnen gaan krijgen. Dus we krijgen daar eigenlijk continu een versterking opgevoed door de angst dat iets zal optreden. Wanneer we niet vermijden, dan gaat het anders lopen. Het natuurlijke verloop van angst is iets dat omhoog gaat en dat eigenlijk ook weer daalt als we niks doen. Maar wat doen we meestal als het angst goed aan het stijgen is, is er zo snel mogelijk proberen uit te geraken, waardoor we weer leren dat vermijding werkt. Want door de vermijding in te gaan, is mijn angst gelukkig gedaald en ben ik er vanaf. Maar daardoor zal het volgende keer terug even hoog oplopen. Wanneer we ons blootstellen aan de blauwe lijn en leren dat hoewel de angst oploopt, ze vanzelf ook weer daalt, gaat na keer dat je exposure hebt, blootstelling hebt aan dat wat u beangstigt, die lijn minder hoog worden. Waardoor het op het einde eigenlijk nog een kleine bult is, maar waar je eigenlijk geen angst meer zou benoemen. Heel belangrijk, en wanneer dat je met angst zit in verband met alles wat met winderigheid, stoelgang en verlies en dergelijke meer te maken heeft, of de darmbewegingen, de geluiden, is eigenlijk hoe meer dat je er kunt over praten met anderen, hoe meer dat je het kunt delen, hoe gemakkelijker het wordt om het probleem te accepteren.
kan het probleem geaccepteerd worden, dan komt er veel meer ruimte voor verandering. Daarnaast, en heel belangrijk, als mensen afgeleid zijn en zich niet hoeven te focussen daarop, als je in een auto zit en je hebt met iemand een goed gesprek, hè, dan is het soms moeilijk, maar minder moeilijk, om even in de file te staan dan wanneer dat je alleen in die auto zit bijvoorbeeld. En dus leren op je focus te verleggen, echt te gaan concentreren op de taak waar je mee bezig bent en niet altijd naar binnen gaan en voelen wat er daar zich aan het afspelen is, is ook een techniek om mee aan de slag te gaan. Maar ook absoluut de cognitieve herstructurering. En wat vind ik daarvan? Waarom is dat zo bedreigend? Is dat allemaal wel zo'n groot probleem als dat ik mijzelf zelf vertel dat dat is? Gewoon worden aan de angst. We moeten leren leven met angst. De angst hoeft niet weg te zijn om een goed leven te kunnen leiden. Afbouwen van vermijdings- en veiligheidsgedrag. Aangezien dat het alles controleren juist angstverhogend werkt. En daarbij kan ook een angsthiërarchie gebruikt worden, hè, waarbij dat je stapsgewijs terug situaties gaat herintroduceren wanneer dat het bijvoorbeeld nog heel moeilijk geworden is om buiten te komen. Daarnaast gaan we ook oefensituaties creëren. En ik merk bijvoorbeeld dat mensen vaak heel weinig veiligheid nog of vertrouwen nog hebben in het feit van zouden mijn sluitspieren stoelgang kunnen ophouden of niet. En ondanks dat we goed moeten luisteren naar de signalen van onze stoelgang die vraagt om naar de wc te gaan, is het in dat kader soms ook zinvol om te gaan leren dat uitstellen ook wel mogelijk is wanneer het nodig is. En wanneer dat je niet instant een wc kunt vinden, want dat is de stress die vaak mensen doet binnenblijven. Dat is een notendop, een klein overzichtje van wat er allemaal kan gebeuren op vlak van psychotherapie. Misschien nog wel veel meer dan dat. En op die manier eindig ik graag mijn presentatie. Ik weet niet of er nog vragen zijn.